kan dit echt niet aan. Nee, kan dit is het niet aan. Zo. De hele fucking buurt staat te kijken. Jij moet nu. Ja, wat moet ik doen? Ik heb niet eens een apparaat. Gaan we dat ding op? Yes, weer een nieuwe video van de Gierengasten op dinsdag 4 uur. Mijn naam is Niels. En ik ben nog steeds Martijn. Wij gaan vandaag laten zien hoe jij op een overvol terras altijd een plekje weet te machtigen met dit prachtige weer. De zomer is weer bijna begonnen. Dat betekent dat alle terrassen vol zitten op het moment dat jij natuurlijk bij het terras aankomt. En daarom laten wij vandaag zien hoe je als klusteam Gierengast dat hele terras kan schoonvegen. Niels, wat heb je allemaal meegenomen in je mooie auto? Zoals ik al 1000 keer vermeld heb, is dat de auto van Joost. Kijk, kijk. Dit hebben we nodig. Laat het overweg blazen, toch? Oké, nou dit maakt lawaai, dit is top. Zitten daar twee meiden op het terras? Laten we ze omsingelen. We gaan nu pionnen neerzetten bij die, die glasbak of zo, wat is het? Ja, en dan ga ik ook gewoon tegen die glasbak aan rammen. Ja. En we gaan heel hard schreeuwen. Ja, oké. Maar je moet hier natuurlijk ook overheen kunnen. Oh ja. Ja. Oké, dan zet jij eventjes daar zo die pionnen af. Helder, Ellie. Oké, let's go. Slecht met Nederlands. Oh shit. Heb jij die waterpas bij? Hij ligt nog in de auto. Haal ik wel even. Helder. Heb je dit ding vastgezet? Nee, dat zou jij doen. Wat zeg jij? Dat zou jij doen. Nee, maar dan heb je toch dat ding voor nodig. Ik pak even die dingen. Pak jij die pas ook? Ik ga dat niet heel lang volhouden. Nijlens! Ik heb die pas nodig, grap. Nijlens! Even kijken. Ja, volgens mij moeten we hem hier zo. Moet je hem. Maar kijk, als ik hier. Het is een heel ander geluid dan als ik hem met deze doe. Ja, maar daarom heb je die blauwe nodig. Het klinkt heel anders. Het geluid klopt helemaal niet. Nee. Hebben jullie er heel veel last van? Ja, een klein beetje. Klein beetje, ja. Ja, nou ja, schat, dan kom ik elke avond thuis. Hij zit helemaal vast. Hij zit zo vast als wat. Hoe kan dat nou? Oh, je hebt hem, hè? Hatsa! Hatsa! Nou, doen we dat. Hatsa, fly. Het is wel godverdomme lekker weer, John. Hey, John. John, ja? Je blaast allemaal dingen in hun eten. Oh. Ben je ook zo irritant als die sirene? Tering herrie altijd die sirene, jongen. Zo asociaal. Dit is zo gênant. Ja, er gaan twee mensen weg. En ik snap wel waarom. Yes, helemaal goed. Leuk zeg. Nu kunnen we in de maan. Zijn nog lang niet klaar. Wat? Nijlens. Ja, dat ging best wel makkelijk, maar nog niet makkelijk genoeg, hè? Nee, zo'n brandblazer is toch een beetje laf. Je wil eigenlijk het hele terras gewoon ondersteboven hebben. Precies, dus daarom hebben wij in de community gezet van... Hey, is er toevallig een van onze kijkers die een klusbus heeft? En jawel, zijn naam luidt Tim van de Weekend Builders. Ja. Yes, ik heb een busje vol mooi gereedschap. Ik laat het zien. Ja, laat maar even zien wat jij in huis hebt. Oh nee. Echt leuk. Ik heb hier zin in. Het is echt een jaar dat ik weer zin heb in een video. Ah, godverdomme, jongen. Op je vrije dag. Hoi. En nu gaat het beginnen, joh. Zo. Ja.
Wat zeg jij? Wat? Zij wat? Niks. Wat zeg jij? Even kijken. Oh! Je moet hem wel in drieën doen. Kom in mijn oog! Je moet hem in drieën. Kom in mijn oog! Oh echt? Gozer. Hebben we geen bril nodig? Jij niet. Er komt iets in mijn oog. Nou joh. John, je moet even die pin daar erin zetten. Ja. Het is ook bloedheet hier. Ik moet even een andere pin halen. Je moet die blauwe hebben. Die blauwe? Ja, we moeten deze even kijken. Klaarmaken voor vanavond. Godverdomme, deze blauwe. Oh god, dit is je naam. Waar heb je die blauwe gelegd? Wat? Waar heb je die blauwe gelegd? In die kist. Hé man. Anderhalve meter, ja, in hè? In die kist? Ja, sorry, maar kunnen jullie misschien niet even ergens anders? In die kist? Ja, we moeten hier voor vanavond moeten we preppen. Oh, in welke kist? Ken wel. Welke kist? In die blauwe! Wat? Welke blauwe? Nee! Je moet in die groene kijken, grap! Oké, gast, ik weet niet hoe lang ik dit wil volhouden. We zijn aan die kant toegekomen. Nee, ik kan dit echt niet aan. Nee, ik kan dit niet aan. Het is zo... De hele fucking buurt staat te kijken. Jij moet nu. Ja, wat moet ik doen? Ik heb niet eens een apparaat. Gaan we dat ding doen? Even kijken, hoe gaan we dit aanvliegen? Dit maakt zo veel lawaai, jongen. Echte paard. Kom lekker zelf een biertje drinken op terras, maar... Is er plek in de terras? Kom lekker een biertje drinken op terras. Is er al plek? Is er al plek? Wat is er plek hier? Is er toevallig iemand weggegaan door de herrie? Ja, we kunnen hier zitten, jongens. Oh, ze zijn weggegaan. Oh. Deze plek hier. Oh, oké. Okay. Nou, ja, wat top, man. Ik schaam me dood. Maar deze zijn weggelegd. Nee, echt? Ze zijn oude dame, hebben we niet weggelegd. Nee. Zullen we zeggen dat ze de plek terug mag? Betalen de rekening. Mevrouw, zullen wij de rekening betalen? Mijn rekening? Ja. Wat voor dan? Ja, dat doen wij. We hebben een beetje herrie lopen maken. We hebben u toch niet weggepest? Ja. Wel. Nou, dan betalen wij betalen de rekening. Hoe is het? 13 euro. 13 euro. Ah. Nou, dat betalen wij. Maak er 17 en, van. En blijf lekker zitten, en zou blijf ik zeggen. Blijf lekker zitten. Wij stoppen. Gewoon, we zijn klaar. Neem nog een sorry. Of ook onze rekening. Doe die ja, er maar bij. Zeg maar. Oh nee. Ja. Ga lekker zitten. Nee, natuurlijk. Ga lekker zitten. Goed onderhand. Wat gebeurt er? Oh, jullie willen dat gegooid? Nou, dan blijven we nog even. Nee, ik heb nog een wijntje besteld, hè? Ja, ja. Die komt eraan. Ja, nu moeten we drinken ook. Ja. Zo, ik dacht dat we de schaamte voorbij waren, maar ik heb me toch wel kapot gegaan net. Next level, gênant. Zo, dit? De tering, hè? Yo, maar ik... Een lief vrouwtje ook. Ja. Maar wel even goed afgelost. Maar we weten wel dat je echt binnen 5 minuten kan je terras behoorlijk leeg krijgen. Ja, zullen we afsluiten? Ja, want... Of ben je nog heel lang niet over je kan dit nog 100 keer doen. Ja, maar... Maar de truc werkt, is duidelijk, toch? Dus mocht je ooit kwade bedoelingen hebben en een heel terras leeg krijgen, willen krijgen voor jou en je vrienden, zo doe je het. Vond je nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet nou niet te abonneren, jongens. Abonneer gewoon alsjeblieft. Ja. Gewoon doe het voor ons. De helft van jullie kijkers is maar geabonneerd. En dan krijgen wij gewoon godverdomme meer geld van Talpa. 425.000 abonnees. Je weet het. Later. Het is wel waar.